Zoals gezegd, de winnaar van de Ronde van Vlaanderen bij de Boston 2015. We krijgen de top 3 nog eens te zien met Alexander Edmondson. Alex Edmondson, die heel lang in die hot seat plaats mocht nemen. Onderstreept alleen maar zijn goede prestatie. Verbeterde daar de tussentijd van Mirko Maestri. Duidelijk 29. Even voorbij half koers. En uiteindelijk resulteert dat aan de streep in een 17 minuten en 22 seconden. Nou, Yves Lampaert gaat daar net onderduiken. Eindtijd van Edmondson was 17, 22 en 31 honderdste seconden. En deze Yves Lampaert gaat daar 33 honderdste van een seconde afpietsen. Om te stranden op een 17-21. Maar onderweg zag het er op een bepaald moment wel naar uit dat Lampaert aanspraak mocht maken op de dagwinst. Want bij het tussenpunt was hij de snelste. Had hij de toptijd. Is dat dan een kwestie van indelen? Vermoedelijk wel. Op zo'n korte tijdrit over 15 kilometer. Hier komt die top tussentijd voor Yves Lampaert. Kijk daar op Søren Werenskjold. 9.07. Ik geloof dat het zelfs nog gecorrigeerd is naar 9.05. Dus was daar 7 seconden sneller dan Werenskjold. Maar aan de streep zijn de rollen dan omgedraaid. En is Lampaert op weg naar een ook mooie uitslag als runner-up. Hij wordt tweede. Zucht sneller dan Edmondson, maar duidelijk trager dan Werenskjold, die dan eigenlijk ook nog heel dicht bij de leiderstraat komt. Deze man, de wereldkampioen tijdrijden van de beloften in Wollongong. 23 ook nog maar. Noorwegen echt ook een tijdritmacht. Denken we maar aan Tobias Vos, de regerende wereldkampioen tijdrijden bij de profs. Dan is dit een meer dan waardige erfgenaam Noorwegen. Vorig jaar goed voor goud bij de mannen, belofte en elite in Wollongong tegen de klok. Dat zegt alles. Het deelt perfect in. Eerste gedeelte dus 490 watt ontwikkeld, zo zei. En in het tweede gedeelte eigenlijk amper ingeboet. Als je 482 watt gemiddeld blijft halen, wel ja, dan heb je een hele vlakke tijdrit gereden. En dan is hij de enige die dat hier heeft klaar kunnen spelen vandaag. Zo'n vlak powergemiddelde over de hele tijdrit. En dat resulteert uiteindelijk in een hele knappe ritwinst voor Søren Werenskjold. Met zijn tweede overwinning bij de profs.